Alle kijkers van Nieuwtijd, ik maak een vraag weer met Pussy Architect. Vervolging ben ik hier gebleven en het is goed is, ja, was ik hiermee bezig, de vorige aflevering met deze gebied van celblokken. En dat komt wel helemaal goed. Oh ja, en ik was hiermee bezig en holy fuck, dat zijn nog best wel veel gevangenen. Ik weet ook nog totaal niet waar ze vandaan komen, maar dat maakt op zich ook nog niet veel uit. In ieder geval, in deze aflevering wil ik, nou ja, hetzelfde als de vorige celletjes gaan doen. Dus gewoon allemaal even hier neerzetten. Dat is het plan. En wat we daarna gaan doen, dat zie ik dan wel weer. Dus, ja. Verloopt eigenlijk nog best wel goed, dit gevangenisje. Ik kan zeggen dat het wel beter mag gaan. Ook vanwege de hoeveelheid lijken dat er zijn. Maar nee, dat moet wel goed komen, hoop ik. Dat heeft het eerder ook wel eens gedaan. Zo te zien moet ik ook nog de waterleiding eventjes aansluiten. Maar dat moet er goed komen. Zo. Oh, ik heb meer dan zat. Zat centjes. Oh, daar gaan we het eerst. Zo. Dat is beter. Het enige wat we nog moeten is dan het water. Gelukkig heb ik al een waterleiding. Zo'n grote waterleiding in ieder geval alvast aangesloten. Moet in ieder geval wel heel goed komen. Huppakee en huppakee. Oh ja, en hier nog. Zo. Hoppakee. Hebben we dat ook geregeld. En nu? Wat was nou het plan? De cellen die worden gemaakt. Dat is al heel goed. Oh ja, de vensters die moeten er nog in. Oh ja, deze gevangenen die hebben die luxe wel. Hebben we al gewoon 1400 cashflow. Dat is eigenlijk best wel hoog. Niet verwacht, maar hey, het is wel top. Hoppakee. Oké, nu even kijken. Oké, oh ja, deze waren die gewoon gezamenlijk, gemeenschappelijk. Dit was dan allemaal dit personeel. Geldt ook hiervoor. Oh ja, we moeten ook nog snipers gaan in
halen. Ik ga ook alvast die introductie doen en misschien ook alvast wettelijk. Hebben die toch alvast gedaan? Dus dat valt dan nog wel mee wat we allemaal moeten doen. Oké, nu moeten we even kijken. Want die bewakingstorens. Die kun je wel overal neerzetten eigenlijk. 1. 2. 3. Hier 4. Eentje gewoon hier. 5. 6. 7. 8. 9. Hier op alweer gewoon eentje. 10. Oké, en waarom ik dat nu doe, dat tellen de hele tijd, is omdat ik dan wat makkelijker kan weten hoeveel snipers ik eigenlijk nodig heb. Like, goddamn. Dus ik moet er nu ongeveer al 10 hebben. Dat is op zich wel fijn. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 zelfs al. Oh. Dat kan ook. En dan doe ik er hier nog eentje in de hoek. En dan nemen we er gewoon alvast 13 aan of zo. Dat lijkt me wel verstandig. Als ik dat de volgende aflevering doe, dan ben ik waarschijnlijk wel weer de tel kwijt. Dan moet ik de hele opname niet terugkijken. Dus dit is wel beter, denk ik. Hoppakee. Hoeveel kost de snipers? 2000. Ho. 30 keer 2000. Dat is meer dan 20.000. 26.000 als het goed is. Volgens mij wel. Oké, top. Die zijn, Het is een prijzige investering, maar het is wel nodig. Even kijken. Programma's. ...96 in de rij. Ja, die komen vanzelf allemaal wel. Dat moet wel goed komen. Want dan maakt het in ieder geval wel wat veiliger in onze gevangenis. Oké, zo. Ik heb er al 3. Nu hoef ik er nog maar 10.
9. Even zien, wat staat er? Een goed getrainde scherpschutter die automatisch een lege bewaaktoren zal bemannen als er een beschikbaar is. Vuurt een aantal waarschuwingsschoten af op gevangenen die herrie maken binnen de gevangenismuren. Voordat ze een doelbeurt neerschieten. Ontsnappende gevangenen krijgen geen waarschuwing. Ja, dat is logisch. Maar hij wel handig om te hebben. Weer een ondertrainer dood. Why? Gewapend met een geweer. Zullen gevangenen met wel twee keer nadenken voordat ze deze knakken lastigvallen. Let op, elke gewapende bewaker heeft zijn eigen kluisje nodig. Nou, ik kan de 88 aannemen. Dus dat moet wel goed komen. Oh, ik heb ook een advocaat. Oké, zijn we nog onderhoud dat ook doen? Oeh, een tunnel. Oh, dat is ook wel net een tunnel. Hey, weer een tunnel. Zo, hoppakee. We zien 122 wachten er nog. Oké. Zo te zien kom ik er een beetje achter dat ze best wel duur zijn. Ik neem nog voor de zekerheid gewoon dan van 600 aan. I need the money. lijken? De helft van mijn gevangenis is volgens mij gewoon een doden of gewoon een hele mortuarium op zichzelf. Ik heb gewoon een grotere mortuarium door. Dat is gewoon het eerste wat ik moet uitbreiden wanneer ik dit geld binnen heb. En dat ga ik ook gelijk doen. En waar ik dat ga doen? Heel simpel. Heel dicht bij de ingang. Zodat ze die dingen best wel makkelijk kunnen ophalen. Dingen. Oké, top. Niet interessant. Even kijken. Dit stukje wil ik 20 bij 20 hebben en dan doe ik dit er ook nog even bij. Zo, 13. Oké, mortuarium. Mortuarium, hier. 22 bij 18, top. Plus gewoon allemaal naast elkaar. Ik denk niet dat het veel verschil moet maken.
kunnen in ieder geval heel wat lijken neerleggen. Hey. Hoppakee. En dan kunnen we deze mortuarium weghalen. Waarvan we dus ook gewoon een uitbreiding voor de ziekenboeg kunnen maken. Hey, hebben we dat ding ook wel weer een beetje opgelost. Oké, deze muur moet dus ook weg. Deze twee, vier zelfs, die mogen ook weg. Uitbreiding van de ziekenboeg, ook wel handig om te hebben. Ziekenhuisbedden die zijn best wel duur. Dat we zien. Nee, ik. Jongen, ik wil daar niet heen. Als je zegt dat ik erheen wil, dan kreeg ik daar wel op. Ik denk dat ik ook wat meer artsen nodig heb. Wat ze hebben eigenlijk 10. Gebonden dat we zo weinig artsen hebben waarom iedereen zo doodgaat. Op zich wel fijn dat we de mortuarium gewoon een eigen plek hebben. En die mogen, of die kunnen ook nog gewoon gigantisch hoeveel uitbreiden. Dat is wel chill. Dood, maar toch verhongert hij. Ik ga er niet naar vragen hoe dat kan. Nu hebben we van zekerheid gewoon 15 van aan, zodat we toch nog twee de hele tijd wel pauze kunnen houden. Ik wil gewoon 200 bewakers maximaal nu, op een moment. Zo, twee gewapende bewakers. Ja, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie van de gif like af en toe. En dan zie ik jullie weer. Later.